Dames en heren, goedemorgen. Joshua en Kifon hier. Wij gaan vandaag korte dilemma's bespreken en veel kijkplezier. Yes. Start maar, Kif. Eigen doelpunt of een rode kaart? Rode kaart, 100%. En waarom? Rode kaart kan je ook het team mee helpen. Eigen doelpunt benadeel je team alleen maar. Dus simpel. Oké, stelling. PlayStation of Xbox? PlayStation, maar eerlijk gezegd speel ik beide niet. Maar als ik moet kiezen, ik heb nog nooit Xbox gespeeld. Maar volgens mij heb je wel een paar keer een pak slaag van mij gekregen. Dat is een paar jaar geleden, maar goed. Daarom speel ik ook niet meer. Ik ben niet heel goed erin. Boef of Lil Kleine? Toch voor Lil Kleine hoor. Amsterdam, triple X. Ja? Ja, wat is je favoriete nummer van Lil Kleine? Money in the Morning. Okay. Dat is een nummer dat hij onlangs heeft uitgebracht. Film of serie? Een goede serie kan ik wel waarderen, dus ik ga voor serie. Ja? Ja. Nou, dan hebben we... Deze is niet moeilijk. Hè. Amsterdam of Rotterdam? Amsterdam natuurlijk. Geboren en getogen. Dus, ja, die is niet heel moeilijk, hè? Dan hebben we deze. Kroket of frikandel? Ik eet geen varkensvlees, dus ik ga voor de kroket. Nou, ik denk dat je ze beide niet maakt, maar een omhaal of een hakbal. Omhaal denk ik wel. Ja, waarom dan? Lekker om te zweven, man. Ja? Ja. Hoog in de lucht? Ja. Oké. Okay. Hollandse meezingers of de top 50 muziek? Dan ga ik de top 50 muziek, man. Ja, en wat voor nummers luister jij voornamelijk? Beetje R&B, hip-hop. Dat is een beetje mijn... Beetje R&B, hè? Ja. Dat weet ik. Haaland of Mbappé? Haaland, man. En dat? Ik hou meer van wat hij doet, man. Meer goals maken. Mbappé scoort ook niet veel, hè? Ja, hij scoort ook veel, maar ik vind Haaland gewoon meer echte spits. En daar hou ik meer van. Koken of afwassen? Koken, man. Koken. Ik hou niet zo van de afwas. Basisplaats zonder doelpunt of invallen en scoren? Invallen en scoren. Dat is niet zo moeilijk, ouwe. Ja. X on the Beach of Temptation Island? X on the Beach. Waarom? Meer drama. En meer actie. En meer actie. Oké, okay. Dat waren ze, man. Nou, dat was hem dan. 5 dilemma's van Jos en mij. 6, om precies te zijn. Dat waren ze. Yes.